Strijders, welkom bij een nieuwe aflevering van Poker FIFA. Het is de 12e aflevering. Jij wordt ontzettend bedankt voor het aanklikken van deze video. Een blauw duimpje zou ik heel erg waarderen. En je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Zo hebben we dat even direct uit de weg geholpen. We gaan vandaag verder waar we zijn gebleven. Namelijk Henry Leveren. Wachten tot hij een hoog genoeg level is dat hij gaat evolueren. En misschien met kerst om de hoek gaat dat sneller gebeuren dan dat je denkt. Ik heb recent FIFA gespeeld in een skybox in de Amsterdam Arena. Dat was ook een video van Eindbaas van Coke TV. Die is te zien. Er staat een link in de beschrijving. Die kan je bekijken. En hier alvast eventjes een voorproefje van hoe die video nou precies in elkaar zat. Nou jongens, welkom in het Valhalla. Echt heel tof geworden. Ik had samen met Sjaak een gast verrast die niet wist dat wij hem naar de arena zouden nemen en daar FIFA zouden spelen. Dus dat was best wel bruut geworden. Je kan het checken en dat is leuk. We gaan door met Poker FIFA dus. We zijn op dit moment, als we hem nat erbij pakken, eventjes op deze plek midden op zee liggen te dobberen. En we gaan door naar dat volgende stadje. En ja, daar moeten we alweer bijna een gymleader gaan uitdagen. En daar maak ik me helemaal niet zorgen om, want dit is ons team. Ons team is goed. Het loopt te vlammen. De aanval. Henry, Griezmann, Mbappé. Ja, dat is geniaal. Het middenveld, nou, dat kan op zich nog wel het een en ander verbeterd worden. En ook de verdediging is niet vlekkeloos, maar wel echt heel erg goed. En dat brengt me eigenlijk ook bij het volgende punt. Want als je de statistieken en het overzicht van Henry erbij pakken, heeft hij op dit moment 750 van de 1100 punten in level 7. Dus bijna level 8. En Blanky is ook bijna omhoog. We hebben geen FIFA-balls, want die hadden we de vorige aflevering ingezet. Maar toen hadden we verloren, dus dat was heel erg zonde. En we hebben nog geen FIFA-punten, want ja, die hebben we opgemaakt. Het is een beetje een dingetje dat op dit moment er niet hele geweldige spelers te packen zijn. Maar dat maakt nog niet zoveel uit. Want je kan altijd gewoon oké spelers packen. Maar dat is lastig. Want er zijn niet heel veel spelers meer over die wij kunnen packen die direct in het team zouden toegevoegd kunnen worden. Ja, een linksback. Een andere centerback dan Rojo misschien. Een andere middenvelder dan Yaya Touré. Maar die moet dan toevallig ook weer net linken en zorgen dat, nou, die kan altijd hier. Elke Franse of BPL middenvelder zou hier dan kunnen staan. Zo heb je dat opgelost. Maar ik weet niet of het waard is om dat te doen. Dus ik had al vorige aflevering gevraagd van, hoe kan ik dit oplossen? Geef eens wat suggesties. En mensen zeiden, ga FIFA punten sparen en koop daarmee pokeballs. En dat vind ik verdomd goed idee, jongens. Dat vind ik verdomd goed idee. Maar dan, hoe gaan we dat doen? Je hebt normale pokeballs, je hebt great balls, je hebt ultra balls, je hebt master balls. Dan hoef je bijvoorbeeld een bal te gooien en hoef je niet eens te winnen om de speler te vangen. Dan heb je hem überhaupt. Hoe moet ik dat doen qua punten? Hoe kan ik dat het best verdelen? Een masterball zou je misschien wel bijna kunnen inzetten op een gymleader of zo. Maar ja, die moet dan echt heel veel FIFA-punten kosten. Laat het achter in de comments. Dan gaan wij dat de volgende aflevering toepassen. En in deze aflevering kunnen we dan gewoon gaan spelen om die punten alvast te sparen. Laten we dat maar gaan doen. Ik ga een wedstrijdje zoeken. Nogmaals, blauwduimpjes zitten op zijn Poker FIFA. Ik hoop dat jullie binnenkort allemaal een hele fijne kerst hebben met jullie gezin, familie, vrienden, jezelf. Iets anders. Ik bijna gaat helemaal goed komen. Want ik heb de trui, Team Strijder kersttrui van mijn favoriete, een van mijn favoriete e-sporters, Koen Weiland, aan. We hebben een tegenstander gevonden. Het is een single match. Hij heeft het volgende team. Ik denk dat hij het leuk vindt om wat kerstspelers te unlocken. En dat is helemaal geen verkeerd linkje hoor, met Meunier en Draxler daar. Dat is goed gevonden. Khedira, Hadji, Mané, Ibra, Hernandez. Het is een oké team. Misschien een beetje aanvallend en wel op volle teamgeest vanwege Jong en Bonucci en Donnarumma en Smalling die sterke links hebben. Het kan zijn dat hij gaat proberen heel veel kopballen te scoren, want dat is op dit moment in single matches een beetje de hype. Het is, als jullie dit kijken, al bijna over volgens mij, maar je kan Andy Carroll inlokken door drie kopballen te scoren in single matches. Dus misschien dat mensen dat gaan doen, maar het kan ook zijn dat ze dat niet gaan doen. En dan moeten we alsnog heel erg gaan opletten. Mbappé. Ja, dit is te ver voor hem. Dit is helemaal niet te ver voor Griezmann uitgespeeld. Dat is godman, een goede bal. Dat heb je lekker gedaan, Griezy. Daar ben ik heel tevreden mee. Doe maar even een tiger celebration. Ik moet een beetje wennen aan FIFA. Ik heb veel squad builders gedaan. Dat kunnen jullie zien op mijn FC Glory YouTube account. Mijn tweede YouTube kanaal natuurlijk. Waar ik ook video's op maak. En daar speel ik eigenlijk op een account. Nou, ik hoef het niet helemaal uit te leggen. Ik speel daar zonder geld uit te geven. Dus ik doe regelmatig squad battles. Om via die manier pakketjes en munten te krijgen. En dat betekent dus dat je ook op een andere manier verdedigt tegen de computer. En vaak als je dan terug switcht naar een menselijke tegenstander in plaats van een computer, dan is dat eventjes aanpassen. Daar zit Mbappé gewoon goed mee te verdedigen, jongens. Daar is niks op aan te merken. En dan gaat Blanky. En dan moeten we
eigenlijk Henry zien aan te spelen. Die bal is net te net niet goed. Henry. Griezmann, dit is een vrije trappie. Daar kunnen wij zeker wat mee. Ik probeer altijd een beetje dezelfde techniek met vrije trappen. Ik weet niet of het nu heel erg voordelig is, aangezien Marcus Rojo aan de bal staat. En hij is juist de speler die diep moet gaan lopen. Dus dan kan ik het nog een keer gaan doen. Kijk, nu is het Yaya Touré die diep gaat lopen. En dan drukken wij zo. En dan huppakee. En dan Yaya Touré. En dan 2-0. Jittittileeuw! Ja, het is eigenlijk, je ziet precies wat ik doe, dus ik hoef het niet helemaal uit te leggen. Je drukt R2 in voor een tweede speler en je drukt R1 in voor een tweede speler. Dan hou je vervolgens R1 ingedrukt en doe je een fake shot. Dat betekent dat de speler, in dit geval Yaya Touré, diep gaat lopen. En daar druk je dan gewoon zonder iets anders in te drukken op pasen. En dan schieten en dan scoren. Zo makkelijk is het. Dat leer je allemaal op FC Glory. Nou, dat heb ik nog niet behandeld, die vrije traptechniek, maar dat ga ik wel doen. Want het werkt heel goed, zoals je ziet. Oh, weer een voorzetje. Ja, en daar is het kopballetje van mijn tegenstander dus. Dat dacht ik al. Hij gaat veel voorzetten geven. En ja, dat is toch vervelend. Want uit het niets een voorzetje en een doelpuntje. Gelukkig had Henry zo goed als volle HP. Hij heeft er nog maar 18. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken verder. Henry, ja, hij heeft de bal. En dan dubbel tap, verre hoek. 3-1, let's go. Henry, daar is je doelpuntje. Nee, niet vanaf de aftrap. Nee! Ik weet nu hoe die er niet in ging, maar ik ben er wel heel blij mee. Het is rust. We staan 3-1 voor. Ik verwacht nog wel dat mijn tegenstander wat terug gaat doen. Want zoals je ziet, 6 schoten in totaal. 3 op doel, 1 doelpunt en iets meer balbezit. Is gevaarlijk, maar ik wil gewoon meer doelpunten scoren met Henry. Want als we dus daadwerkelijk iets gaan doen met die FIFA-bals, moet ik wel heel veel punten hebben. Ja, Grissi op Henry. Keeper komt uit, Henry. Yes, 4-1. Zijn tweede van deze wedstrijd. Come on, let's go. Hij scoort zijn tweede kopbal al. Vanuit de corner. Jittittileeuw. Mbappé. Daar gaat Henry. Is dit zijn hat-trick? Ja, dat is zijn hat-trick. 5-2. Ik zit daar te kijken. Ik heb daar een paar plastic tassen liggen. Die liggen daar altijd. Daar zie je nog het dingetje van. Maar die bewegen echt heel erg. Dus ik weet nou niet of er ergens een raam open staat. En mij ook dat het dan tocht. Of dat daar iets van muizen zit of zo. Maar eerlijk gezegd wil ik er ook niet gaan kijken. Scheidsrechter fluit af. Wij hebben een hat-trick gescoord met Thierry Henry. Dat is al een tijdje niet meer gebeurd. En daar ben ik persoonlijk heel erg blij mee. Als we dan eventjes de punten gaan optellen. Want dat mogen we natuurlijk gewoon gaan doen na deze wedstrijd. Henry heeft een hat-trick gescoord. Dat is 300 punten. En we hebben gewonnen. Dus dat is nog een keer 100 punten erbij. 400 punten erbij voor Thierry Henry. En dat betekent dat hij van 750 naar 1150 gaat. En hij had maar 1100 nodig. Dus hij heeft nu 50 van de 1200 punten in level 8. Helemaal top, we hebben weer een FIFA-bal erbij. En we krijgen dan 400 punten voor de wedstrijd en 300 FIFA-punten, omdat we een level omhoog zijn. Dus dat is 700 FIFA-punten. Blanky, als wij dan gaan kijken naar de player ratings ondertussen, terwijl jullie dat op je scherm zien. Die heeft een 8.4, dus die krijgt er 184 punten bij. En dat is 674 punten van de 700. Ik heb met Frank natuurlijk van Sparta al single matches gespeeld. Dat betekent dat als wij nog één single match spelen, wat we sowieso gaan doen, deze hebben unlocked. En dat we deze nu ook wel hebben unlocked, dat premium gold pack. Dus ik ga dat doen en dat betekent dat we uiteindelijk aan het einde van de aflevering alsnog 2 pakketjes kunnen openmaken. Dat is mooi meegenomen, toch? Dat hadden we sowieso al gedaan, dus dat is, je moet er even apart niet in de back kijken. Man. De tweede tegenstander van vandaag, de tegenstander door wie wij in ieder geval 1 pakketje mogen openmaken, ongeacht het resultaat, heeft dit team... Dan de grote vraag, zit er een speler bij die wij willen vangen? Ja, zeker. Hij heeft een betere linksback. Met Marcelo, maar goed. Daar hebben wij natuurlijk niet echt heel veel iets aan. We zouden Gundogan kunnen vangen in plaats van Yaya Touré. Maar ik denk dat het zonde is om daar een FIFA-bal uit te geven. Toch? Dat zijn jullie wel met me eens. Oké, ik mis ondertussen met Mbappé de bal. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan wij gewoon die bal voorslingeren. Nou, niet. We hebben ook geen kopballen meer nodig, daar niet van. Oh, dit is een doelpunt. Nee, oh, dit heb ik heel goed geblokt, al zeg ik het zelf. Het klonk heel erg in één keer van, wow, arrogant. Maar het was gewoon een goede sliding. Anders was het een doelpunt geweest. Blanc won het WK en het EK. Blanc won met Auxerre in 1996 de Franse beker. Blanc werd tijdens een loopbaan ook wel... God, Ham, hou nou eens op, joh. Dat is een beetje het nadeel van Jury... Mulder en even te Napel. Die houden maar gewoon niet. Oh, ja, erin. Een eigen doelpunt.
Oké, dat is het nadeel van Evert en Apel en Jurie Mulder. Die houden maar niet hun mond over Laurent Blanc. En verder, ja, dit is natuurlijk een prachtig eigen doelpunt. Dat was een bewustie van Henry. Hij wist al, vanuit deze hoek kan ik niet meer scoren. Dus laat ik de hoek dan maar net zo goed doen dat hij via de paal tegen het been van de verdediger in het doel gaat. Oh, Henry, opendraaien, hielflik. En dan laag. En dan gaat hij net... Oh, hij gaat er wel in. Wow, dat was een rare animatie. Huh? Is dat weer een eigen doelpunt of is hij wel voor Henry dit keer? Oh, jee. Ja, dit is een doelpunt. Ja, mooi doelpunt van mijn tegenstander. Weer die counter, hè? Weer die counter. Ja, we dicteren de hele tijd het spel met onze aanvallen. En weer die counter. Het is genalen. Oh mijn god. Ja, penalty. Dep. Ik ga hem links schieten. Nee, trouwens, ik ga hem helemaal niet links schieten. Ik ga door het midden schieten. Tweede doelpunt van Henry. Nog eentje en hij heeft weer een hat-trick. Back-to-back hat-trick. Laten we niet op de zaken vooruit gaan lopen. Raoul, rustig aan. Komt goed. Oké, hij moet nu gaan instappen op Blanc. Oh, dat doet hij dan ook. Maar dan krijgen wij uiteindelijk met Henry nog een penalty. Redelijk domme overtreding. En dat is het ook. Maar waar het eigenlijk fout ging is, wij deden die hielflik. En als jij een balrol of een hielflik doet op FIFA, dan... In plaats van dat je normaal zeg maar tijd hebt om te versnellen, dus je hoogtepunt van je snelheid moet bereiken, heb je dan dat je direct op volle snelheid zit. Dus is het lastiger te verdedigen. We gaan weer door het midden. En weer scoren we. Hey, trouwens. Ik dacht het me helemaal niet toen ik die penalty scoorde. Ik was heel opgelogd dat we hem scoorden. Maar dat is de hat-trick van Henry. We hebben 2 keer achter elkaar een hat-trick. Dat hebben we al een hele lange tijd niet meer gehad. En daar ben ik tevreden mee. Daar ben ik meer dan tevreden mee. De scheidsrechter fluit af. We hebben de 2e keer een hat-trick gescoord deze aflevering met Thierry Henry. Weer is het maar bij 3 doelpunten gebleven en niet met meer. Dus dat is enigszins wel jammer aangezien de doelpunten vanaf 3 natuurlijk dubbel tellen. Blanc heeft een 9.1. Die had de vorige wedstrijd had hij er 684 van de 700. Dus dan heeft hij er nu 175 van de 800 in level 3. Het gaat nog best wel snel, dat hoofdrekenen, joh. En Thierry Henry, die heeft er weer 400 punten bij. Dus die heeft er 450 van de 1200. Dat is lekker. We mogen geen pakketjes openmaken. Dat is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant sparen we het gewoon op. We hadden dus nog 700 FIFA punten over. Nu krijgen we er weer 400 bij. We hebben er 1100 al. Dat is een flink aantal. Maar we mogen wel de 2 pakketjes openmaken die we krijgen voor het gewoon spelen van die wedstrijden. Ze zijn niet zo heel erg denderend. Maar eentje is die Electrum spelerspack, toch? Ja, nou daar zit maar 1 rare speler in. Ik dacht dat misschien wel beter was. Ik had deze ook gedaan op mijn Road to Glory account. En daar kregen we niet eens een rare speler in. Zoals deze. En daarna zijn ze untradable. Dus ja, goed. Nee, hier helemaal niks aan. Wel een rare speler dit keer. Jij wordt in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Poker FIFA. Een blauwe duimpje zou super tof zijn. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Irving Lozano, welkom in de club. Ga je niet gebruiken voor Poker FIFA. Ik nogmaals wens jullie allemaal een hele fijne kerstperiode en nieuwjaar en alles toe. En dankjewel dat jullie ook in deze tijd maken voor mijn video's. Joejoe!